Ik heb deze gigantische koekoeksklok gebouwd met dit prachtige interieur. Alleen de koekoek ontbreekt nog. Nu heb ik nog nooit een koekoek in Minecraft gezien. En een papegaai komt het dichtst in de buurt. Dus heb ik kapitein Rode Haring gevraagd om op zoek te gaan naar een paar vogels. Ik wist toevallig dat zij ook een papegaai wilden. Hoe we dan een koekoek maken van een papegaai zien we daarna wel weer. Oh, en trouwens, ik heb nu zelf ook vleugels gekregen. We zijn met 11 spelers naar de end gegaan om de draak te verslaan. Het was redelijk chaotisch. Let's go! Oh, jullie gaan ook allemaal tegelijk naar binnen. Hoe is het daar? Oh, druk. Is het veilig? Druk. Oh, is het een vliegtuig? Ik zie hem al, ja. Oeh, ik ben bijna dood. Hier, eitje. Kom op, jongens. Waar gaat ie? Ah, nee! Ja. Nice. Oh, we hebben hem. Hartstikke dood. En nadat de draak verslagen was, zijn we door zo'n gateway gegaan op zoek naar de M-City. Even wachten allemaal. Niet eraf duwen. We zijn op dat stuk, maar de grond lijkt een beetje op kaas. En ze hebben hier paarse bomen. Ja. Bizar, lijkt me een leuke plek. Ik raakte vrij snel iedereen kwijt, maar ik vond wel een end city met zo'n boot. Dus toen heb ik een toren gebouwd en kon ik mijn vleugels bemachtigen. Sterker nog, ik heb zelfs 3 paar vleugels. Ik moet ze alleen nog enchanten en zo. En we moeten ook nog raketjes regelen. Maar dat is een probleem voor later, want nu gaan we op zoek naar een koekoek. Of nou ja, eerst wat papegaaien. Kom je nog of blijf je daarboven staan? Mocht ik nu sterven, dan komt dit in de video. Is goed. Oké, dan gaat hij. Maar doe het. Zou ik überhaupt damage pakken als ik op de boot val? Ja, ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Oké. Ik val er ook helemaal naast. Dit ging in één keer helemaal goed. Yes. Jij weet go. Waar we heen moeten, toch? Ja. Ja. Ik zit nu in F5. En jij bent nu, zeg maar, ineens het gezicht van de video. Wauw. Ja, kan je misschien uitleggen wat we gaan doen? Nou, beste kijkers. Wij gaan vandaag eindelijk op zoek naar een papegaai. Dit is iets wat ik al tijden wil. En nu gaat het eindelijk gebeuren. Met behulp van KB ga ik een papegaai krijgen. Heb je zaadjes ook meegenomen? Ik heb zeker zaadjes bij me. En oh, KB wou ook nog iets met een vogel of zo. Maar ik krijg een papegaai. Ik heb een koekoek nodig. Voor mijn koekoeksklok. Een koekoek. Dus dat gaan we doen. Oké. En een papegaai. Einde van de introductie. Oké, hier kunnen we verder. En dan gaan we weer een heel klein stukje. Nee. Gaan we dat doen? Oké. Oké. Dat was leuk. Je hebt ook helemaal je avonturenhelm op. Ik heb mijn avonturenhelm op. Maar ik heb niet mijn avonturenbroek aan. Want dan kun je niet meer zien dat ik het ben. Oh, zal ik dan mijn avonturenbroek aandoen? Ja, dan kunnen we een beetje... Ik heb echt een hele mooie avonturenbroek. Ja, jouw avonturenbroek is ook wel goed. Want je kunt ook nog je lederhozen eronder zien. Ja. Nee, er zit hier zo'n ruin. Hier, zo'n ruin. Oh, nee, maar ik heb geen borstel meegenomen. Ja, maar ik misschien wel. Oh. Ik heb een borstel. Yes. Nice. Let's go. Ik heb kool gekregen. Ik ben er niet blij mee. King Rod. Ik heb een schatkaart. Oh. Oh, het is een shard. Dit is precies wat ik wil hebben. Nice. In mijn inventory. Oh nee. Nee, alien. Ga uit mijn boot. Oh nee. Een alien jat mijn boot. Een drowned. Een drowned met een trident. Oh. Ik ga erop af. Nee, als we de trident krijgen, word ik heel blij. Als ik doodga, word ik niet blij. Ik ga je helpen. Ik heb ook looting. Ik heb hem al verslagen. Heb ik een trident? Laten we gaan. Wat? Ja, gevonden. Oh. Zie je? Oh. In één keer. Ja. Nice. Diamanten! Wow. Ik ben rijk. Huh? Boot. Ik ben een onderwaterboot. Wat gebeurt er? Ik ben een onderwaterboot. Wat was dat geluid? Lieve scheetje. Als het goed is, is hier weer water. Daar is een jungle. Yes, ik heb het goed onthouden. 100 papegaaien. 100 papegaaien. Ik ga niet weg uit deze jungle voordat ik 100 papegaaien heb.
Nou, 100 papegaaien lijkt me wat extreem, maar laten we eens kijken of dat ze gaat lukken. Ja, wacht even hoor, want dit is natuurlijk wel een plechtig moment. Kijk, een dolfijn. Dit is een heel belangrijk moment. Jij hebt zaadjes, toch? Ik heb zaadjes. Wil je ook wat zaadjes? Ja. Dames en heren, het is zover. We zijn in de jungle. Hier ga ik mijn papegaai vinden. Het is bijna een beetje emotioneel. Je wordt gebeld. Wow, kijk. Niagara Falls. Is dat hier? Oh, ik miste de boot. Ik heb de boot gemist. Oh, piep, piep. Nee, ik ben er al, Wow. Wow, pas op. Nee. Dat was heel onhandig van die ene meneer KB. Hij sprong meteen naar beneden en landde niet eens in het water. Wacht eens even. Ik ben er al. Ben je er alweer? Ik ben er al. Oké, okay, KB. Ik hoor er één. In. Snel. Oh, hij is hier. Hij is niet de goede kleur. Mijn vriend. Jouw vriend. Oké. Okay. Hoe heet hij? Waar is mijn vriend? Karel. Nee, volgens mij heet een volgens mij heet een ezel al Karel. Oh. Dan noem ik hem Kees. Die moet je hebben, toch? Mijn vriend. Hi. Hi, baby. Oh, er zitten nog. Er zitten er twee. Hi. Hi. Wees mijn buddy. Let's go. Oké, ik heb er twee. Hoe heet die van jou? Oh, is deze al van jou? Ja. Die van mij. Ik weet nog niet hoe die van mij gaat heten. Daar ga ik goed over nadenken. Dit is Patrice. Patrice, oké. Ik heb Kees en Patrice. Buddy, kom op mijn schouder. Buddy? Leuke naam. KB zit hier op mijn schouder? Zeker. Oh. Yeah. Ik ben gelukkig. Mooi. Mijn leven is compleet. Ik heb er nog één nodig, dan kunnen we naar huis. Nou, ik kan je vertellen dat we heel hard hebben gezocht en lokroepjes hebben geprobeerd, maar geen nieuwe papegaaien hebben gevonden helaas. Wat dus betekende dat ik een koekoek moest toveren met slechts 2 papegaaien. Jullie gaan zo meteen met mij mee naar de koekoeksklok. Het kan zijn dat ik 1 van jullie moet veranderen in een koekoek. Zullen we terug naar huis gaan? Dat lijkt me een strak plan. Jij weet de weg. Skip, tip, tiddelidipti, skip, tip, tiddelidipti, skip, tiddelidipti, skip, tiddelidipti, skip, tip, para, 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 piep, tip, piep. Agressief mannetje. We zijn thuis met papegaaien. Ik heb zometeen je hulp nodig. Met wat? Het creëren van een koekoek. Was het Patrice of Patricia? Patricia. Maar die noemen we natuurlijk allemaal Patrice. En Kees. En Patrice. Helemaal leuk. Oké, buddy. Wauw. Cute. Nou, dan moeten we nog 1 ding doen nu. Ja. We moeten van deze papegaaien... Hoe gaan we... Ik wil deze papegaai helemaal niet kwijt. Wat je nu gaat zien lijkt een beetje vaag en raar, maar dat is het helemaal niet hoor. Vertrouw me. Deze methode is wetenschappelijk bewezen en werkt altijd. Huh? Ik heb iets gevonden wat werkt. Ik weet niet hoe het hier komt. Ik maak me ook ernstige zorgen over dat het bestaat. Maar ik neem het mee. Heb jij de pompoenen? We hadden pompoenen nodig. Of meloenen, misschien nog beter. Oké, ik heb er nu 2 op mijn schouder. Ik ga richting de koekoeksklok. Oké, de meloenen. Nu komt het spektakel. Wil je dat ik ze neerzet? Ja. Ben je er klaar voor? Ja, hier, vooraan, met het randje. Ze zitten allebei op mijn schouder. Deze zijn trouwens voor jou. Gaat heel soepel, zoals je wel merkt. Ja. Zitten. Oh, kom terug. Oké, eentje zit goed. Ja. Soort van. Ik moet Kees even hebben. Kees, kom hier. Oh, ja, ja. Daar gaat hij. En hij zit op je schouder. Oh, oké. Ja, hij zit... Oh. Kijk. Very professional Minecraft. Laatste vraag nog voor we het ritueel starten. Mm-hmm. Met welke lokroep lokken we een koekoek? Nou, dat lijkt me helemaal duidelijk. Dat is natuurlijk... Koekoek. Oké, daar gaat hij. Kijk, we hebben nu 3 papegaaien. Dat is overduidelijk. Ja. Kees, ben je er klaar voor? Patrice, ben je er klaar voor? Kapitein, ben je er klaar voor? Zeker. Buddy, klaar voor? Koekoek. 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 Oh, wel even meedoen. Wel meedoen. Koekoek. 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 Koekoek.
gaat iets. Koek, koek. Koek, koek. We hebben een koekoek. Ja, die hangt er leuk bij. Koekoek. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Wat een succes! Wat een succes! Goed avontuur! We hebben papegaaien. We hebben een koekoek. Waar is Buddy?